Florenske, chic dat ze vanuit Oranjerie met ons met bus gelopen voor een interview. Ja, dat vind ik zelf ook hartstikke leuk. En dan hier bij dit schitterende beeldje van Florenske. Ik heb een beetje de kleier aan als Florenske, dus het kan eigenlijk goed doen. 7 jaar geleden waren ze erbij, hè? Daar hebben ze het beeldje onthuld. Ja, ik heb het beeldje onthuld. En nu zijn we weer terug. Voor de tweede keer Florenske, maar we gaan eerst even kijken wat ze zo allemaal al gedaan hebben. Hè? Want dat is heel veel. De Bas Begos Conservatorium in Maastricht. Ja, en daarna ben ik naar Italië gegaan. Daar heb ik 3 jaar gestudeerd. En dan is eigenlijk wel het hele leven begonnen. Andrea Bocelli heb ik samen met gezongen. Veel tv-opnames gemaakt in België. Het is eigenlijk voornamelijk België hoe ik ook zing. Maar ik ben blij dat ik hier weer eens even terug ben in het Remuntje in Nederland. Een sopraan van internationale allure. Ik vind het in ieder geval leuk om hier weer te zijn. En het maakt niet uit eigenlijk hoe ze steeds. Als ik maar kan zingen, dat is het belangrijkste. Nu, Bus Florenske, wie combineert ze dat allemaal? Want toen hebben ze hartstikke druk, hè? Ja, ik heb het druk, maar de repetities zijn eigenlijk zo in het weekend en er werd wel rekening mee gehouden. Dus als ze een dag niet kent, nou dan kom ik op zaterdag of op zondag of de tien. Dus daar weten we eigenlijk wel goed een moe aan te passen. Doe gisteren als een sneltreinvaart door, hè? Maar wieso de keuze om naar Italië te gaan? Nou, dat was wel na mijn conservatorium en ik ga sowieso altijd in liefde voor de opera ook. En ik heb een rol gedaan in The Pirates of Penzance. En daar waren mensen in het publiek en die woon je dus in Italië, in Parma. En die zagen, waarom kun je niet in Parma studeren? Ik denk, nou goed, waarom ook niet? Dus ik ben de auditie gaan doen, aangenomen. En zo ben ik eigenlijk in het Italiaanse terechtgekomen. Spreekt ze nu ook vloeiend Italiaans? Parlo un pochettino italiano. Maar dat is hier niet nodig, maar soms komt je dat wel heel goed van pas. Si, ik verstand helemaal niet. Ja. Ja, en die grote namen was ze allemaal met gezongen, heb ze verteld, als je hebt meer over. Nou, ik ga dus eerst in The Night of Entertainment met Berdien Stenberg worden gekozen eigenlijk om filmmuziek samen te zingen. Dat wordt voor de Belgische tv in het Sportpaleis voor 10.000 mensen. En daarna ben ik naar Amerika gegaan, daar heb ik nog in de opera van Buffalo gezongen, Michaela in Carmen. En toen werd ik eigenlijk opgebeld door de organisators of ik niet met Andrea Bocelli wou zingen, bij de proms. En ik zeg ja, dat vind ik natuurlijk heel leuk. En toen heeft ook het Limburgse België eigenlijk erop gereageerd om Andrea in The Night of the Light te laten zingen. En ik als Limburgse heb dan samen met hem door optredens gedaan en nog een kleine tournee gemaakt. En we zijn nog altijd eigenlijk samen in contact met elkaar. We gaan even terug naar Chandranes. Wat boeit je aan Chandranes om de rol van Florenske te spelen? Florenske is eigenlijk de bindende factor in het hele verhaal. Het is een leef onschuldig meisje, heet wel Pit, heet ook heel veel warmte en liefde. En het is eigenlijk door die liefde eigenlijk dat Chandranes echt zijn ziel op het spel zet om Florenske voor zich te winnen. Dus het is eigenlijk wel een hele eer om Florenske te mogen zijn. Wat is er deze keer anders als in 2002? Ik vind het dus dieper gaan, het gaat veel intenser, echt ieder woord werd uitgewerkt. Er zijn ook figuren die er toen niet waren, Angelina, de Engel. Dus in principe de tegenstellingen werden groter gemaakt, ook hoe het nu werkelijk omgaat. Dus ik vind het eigenlijk enorm boeiend dat ik het nog een keer kan doen en dus veel intenser. Is het niet vreemd voor dich? Geert Belgers is 2 keer Chandranes die een lover geweest en nu is het die vader. Dat is inderdaad heel vreemd. Zeker de eerste keer toen ik hem zoog. Maar ja goed, de beste dan toch op een gegeven moment ook weer niet meer Carla, maar Florenske. En dan maak het niet Oden, dan is hij gewoon mijn vader. En nou, het is leuk om hem van 2 kanten te leren kennen eigenlijk. En Peter Vos, de nieuwe Chandranes, wie gaat dat? Ja, dat is een ontzettende leuke samenwerking. Ik vind het een hele sympathieke gast met een prachtige stem. Dus, nou, en net zoals Geert het ook toen heel goed heeft gedaan, voel ik me nu eigenlijk weer heel goed.
Ook bij de jeugd werden de moten opgenomen voor de kleier. Hoe nou de repetitie koos beginnen. Vanmorgen waar repetitie? Wat heb ze maar te doen eigenlijk? Ja, de regisseur zei een paar thema's. En toen wilde de eerste groep toen ze in een bloemenweide kwamen en dat ze dan de mooiste bloem moesten uitzoeken. En ik zoot bij de groep dat ze in de keuken kwam en die man was aan het koken en dan ging ze iets vertellen over wat er op show was gebeurd. En er was nog een groep die aan het gimmen was. En ja, toen kwamen er nog een paar die van een bloemenweide moesten doen en zo moesten ze zich eigenlijk presenteren. Dat is wel spannend, hè, want toen wisten ze van tevoren niet wat de regisseur ging vragen. Nee, dan moesten ze gewoon improviseren, ja. Het ging heel goed. Ja, het ging heel goed, wel. Ja, was ook leuk om te doen. Wat vindt ze nou zo leuk om mee te doen aan Chandranes? Nou ja, gewoon leuk, want ik ga van toneel spelen en van zingen, dus het is leuk om te doen. Wel chic denk ik om met Chandranes mee te doen, hè? Ja, ik vind het wel leuk om mee te doen met Chandranes, ja. Ja, en ik wou altijd wel eens een keer met een musical meespelen, dus ja, ik vind het wel leuk. Wat vind je nou het leukste? Ja, dat ik mag meespelen, maar ook hoe het er is, zeg maar... Ja, buiten het toneel, hoe dat allemaal gaat en zo, lijkt me ook wel leuk om te zien. Wat heb jij vanmorgen moeten doen? Ik heb ook kleine scènes moeten spelen. Dan moest ik voorstellen dat ik in een groot bloemenveld stond. En dan moest ik een willekeurig moest ik mijn mooiste bloem uitzoeken. En dan moest ik daar tegen praten of ik waarom dat ik hem zo meenemen en waarom dat ik hem had uitgekozen. Verstaan bij je het beeldje van de ruivers en doe speels dit jaar een ruiver. Dat klopt. En dat doe ik al sinds 1968 doe ik met. Vanaf de eerste keer dat ik meedoe aan het bad. Oftewel zwembad Hattem. Dat is een hele tijd, hè? Ja, het was een geweldige belevenis. We waren toen als Romeins mannenkoor uitgenodigd om de zin en anders mee te doen. We hebben dat toen tot die overgenomen van de Hermanie. Want de Hermanie had eigenlijk de leiding over de zin en anders sinds jaren al. Maar toen had het mannenkoor gezegd, oké. Hermanie vindt helemaal het over van Ugg. Veel willen die traditie van de Sint-Hannes voortzetten. En de eerste keer was dat nu aan het bad. De regie werd toen gevoerd door Rijn Kremers, oud-prins van de stad van Remun. Aan het zwembad is het natuurlijk moeilijk om in een decor te werken. En er waren momenten dat Rijn Kremers niet tevreden was als regisseur. En hij zag, en nu nondert je terug in het struweel. Dus die hele hap ging in het struweel. We hebben geweldig gelachen. Wie zag zo'n Chandranes er toen uit vergeleken met nu? Och, dat was totaal ten opzichte van nu, gaar niet professioneel. Het was amateuristisch, maar er werd zijn best gedaan. Eerder deed zijn best, ook de regisseur toen tot hij het, om er get van te maken. Dat was bij gelegenheid van burgemeester Huppener de afscheid noemen. En nou, het was iets wat ver toen tot hij het nog niet kostte. Tenminste, een deel van de zangers en een deel van de ruivers. De Aad-Remunianeren die wisten wel wat het was, maar nou, het was een belevenis aan zich. Fantastisch. Het was ook duurvol geweest, hè? In 1975 ben ik van Oetinchem opgevolgd. Hij speelde toen tot die aan het bad in 68, de duvel. En ik had het recht, of het voorrecht om in 1975 de duvel te spelen. Leiding ook heel leuk allemaal, hè? Wim Schepers, Leo Dekkers, Jan Huiskes, dat is toch ook allemaal super. Ja, als ik dan terug denk aan de 68, toen zo Thij Reinaerts in een koel ingegraven met een orgelke, Jan Huppersting in een koel ingegraven aan het bad. Nou, dat was wat minimaal, maar nu is het helemaal uitgevoerd als professie. En dat is, ja, met het jaren groeit het en het groeit en er komen steeds meer betere zangers ook bij. En we hebben sinds kort hebben we dus een aantal half beroeps, semi-beroeps, mensen die goede stem hebben, die de auditie goed hebben kunnen volgen. En die werden aangesteld en het speel moet nu lopen. En dat gaat binnenkort natuurlijk goed over de plank nemen gaan.